Na een geslaagde decemberveiling is het nu tijd in februari voor Wintervertellingen deel 2. Opnieuw de nadruk op kunst en antiek. Oude meesters met onder andere de twee vondsten, David Vinkeboons en Alexander Keirings. Maar evengoed op een 15e-eeuwse kist uit de Noordelijke Nederlanden als een wandtapijt naar een ontwerp van Michiel Coxie. 19e-eeuwse bronzen daarbij, grote Imari-vazen tot art deco, stukken, Frank-meubeltjes en een gouden purs. Dit allemaal in de live online veiling. In de timed online veiling, een veiling tegen de klok dus, een collectie archeologie uit Limburg. Belangrijke stukken zijn daarbij een Merovingische schijffibula uit de 7e eeuw en nog vroeger een torso van Apollo. Tot slot een benefietveiling op 18 februari ten voordele van enerzijds Kaluna, waarvan de opbrengst zal gaan naar een schooltje in Senegal. Een collectie van ongeveer 200 stukken, heel divers, heel eclectisch, een anonieme schenking. En daarnaast Cello for Charity, waarvan de opbrengst zal gaan door de klassieke muzikanten. We hopen u allemaal te mogen verwelkomen op de tentoonstellingsdagen in veilige omstandigheden hier in de Verlaatstraat tussen 8 en 14 februari. Tot dan!